Volgens de politie is er op eerste kerstdag meer ingebroken dan op een doorsnee dinsdag. De politie had mensen geadviseerd om hun deuren tijdens de feestdagen extra goed af te sluiten en om een lampje te laten branden. De inbrekers maken er dankbaar gebruik van dat mensen lang weg zijn. Bijvoorbeeld terwijl ze bij familie op bezoek gaan. Bij het meldpunt voor vuurwerkoverlast van GroenLinks zijn bijna 14.000 meldingen binnengekomen. De partij wil dat vuurwerk alleen nog door professionals wordt afgestoken. Ruim de helft van de klachten gaat over vuurwerkbommen. Na de jaarwisseling zal een bundeling van de meldingen aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Het groot kerstcircus Den Haag verwacht donderdag de 25.000ste bezoeker van deze week. Het circus op het Malieveld geeft 2 voorstellingen per dag. De bezoekers komen in steeds grotere gezelschappen. Groepen van 20 mensen zijn al lang geen uitzondering meer. Families trekken in crisistijd meer naar elkaar toe, zegt de directie.